Al een aantal zondagen zijn natuurliefhebbers bezig in de Sawarinotolaan om bomen te planten. De Sawarinotolaan, ook wel bekend als de cacaolaan, staat midden in de cultuurtuin en is een van de plaatsen waar percelen waren uitgegeven. Kort na de uitgifte hadden de eigenaren reeds ruim 2500 vierkante meter terrein opengestoten. De zaken zijn ondertussen teruggedraaid door de huidige regering en het omstoten van bomen in de cultuurtuin is stopgezet. Een aantal natuurliefhebbers vond het zo erg dat een uniek stuk cultuurtuin was opengestoten, dat ze besloten om het gebied weer te beplanten. Initiatiefnemer Ryan Madar van de United Tour Guide Suriname vertelt hoe hij op het idee kwam. Ik dacht gewoon van, ik wil een gebaar maken. En ik stelde het voor in de groep, weet je, van wat vinden jullie ervan als we een paar bomen gaan planten. En weet je, het is ook een beetje dat we positief zijn met de natuur bezig zijn. Luister, ja, loko van de pokaipsa. Dus het is gewoon dat je een beetje bezig bent met de natuur en dat je daar ook een beetje over kan nadenken van wat is eigenlijk hier gebeurd. Ik ben heel erg verrast met de reactie dat zoveel mensen zijn gekomen. Zoveel mensen willen zelf ook meehelpen en iets in de grond zetten. Het geeft me echt een heel warm gevoel van binnen. En iets wat als een spontaan idee is begonnen, begon later ook weer zeg maar input te krijgen van professionals. Die zeggen van hey, misschien moet dat zo, misschien moet dat zo. Dus ik ben blij dat die positieve feedback komt. Het is wel een beetje, het is veel voor mij alleen. En daarom ben ik blij met de hulp nu, maar het zou goed zijn als bijvoorbeeld openbaar groen of een echte goede instantie dat ding gewoon overneemt en dat het, weet je, door blijft gaan. Madar zegt dat de cultuurtuin haar waarde heeft bewezen. Het is een landbouwonderzoeksgebied waar studenten dankbaar gebruik van maken. Ook is het de leefomgeving van verschillende diersoorten. Verder biedt het ontspanning aan trimmers en wandelaars die van de natuur willen genieten. Maar daar benadrukt dat wij als Surinamers onze natuur meer moeten waarderen. Het moet er zijn hoor, het moet er echt zijn. We zeggen dat we het groenste land zijn ter wereld, dat heb ik een paar keer gehoord. En we zijn het meest bebost land en noem maar op en zo. Maar dat moet zich ook weerspiegelen in hoe we met de natuur omgaan. En als zo'n grote concentratie van de bevolking ligt in Paramaribo, als we dan in dat stukje groen in Paramaribo niet kunnen waarderen, hoe gaan we de rest dan waarderen? Weet je, de rest staat er dan eigenlijk per toeval, moet ik bijna zeggen. Als we een grotere bevolking hadden, dan zouden we een heleboel schade aanrichten aan de natuur. Want die mentaliteit moeten we wel hebben om er goed mee om te gaan. Het herbergt heel veel waarde, heel veel wat goed is voor ons. Weet je, niet alleen bouwmaterialen, maar ook medicijnen. Weet je wat voor schat het is aan medicijnen? Er kan nog heel veel meer uit de bos komen. De toerisme, activiteiten. Weet je, het is gewoon goed voor ons allemaal. Een voedingsbron. Ach, ik kan zomaar doorgaan. En dat was Ryan Madar van de United Tour Guide Suriname. Hij heeft het initiatief genomen om samen met andere natuurliefhebbers het opengestoten gedeelte van de Sawarinotolaan in de cultuurtuin weer te beplanten.